Yes, het is eindelijk dan zover. Mijn eerste F1 22 video. En we gaan vandaag racen op Miami. Want dat is natuurlijk het nieuwe circuit. Een nieuw circuit in F1 2022. En natuurlijk ook het circuit waar we dit weekend op gaan racen. Het is een gloednieuw circuit. Ik verwacht een hoop spektakel. Ik heb even een paar trial rondjes gereden. En oké, het is wel even wennen. Het is best pittig. Maar we gaan nu gewoon lekker een Grand Prix doen. Dat kunnen we natuurlijk maar. En één auto doen. De Ferrari van dit jaar. Ik vind het absoluut de allermooiste auto op de grid. Ik moet er wel alvast bij zeggen. Dit zijn niet de officiële modellen die je uiteindelijk in de main game gaat zien. Dit is gewoon de standaard auto. Ziet er overal hetzelfde uit met alleen een andere livery. Maar dat gaat nog helemaal goed komen. Laten we gaan racen. Welkom bij de Miami International Autodrome. Home of the Miami Grand Prix. This exciting track circumnavigates the Hard Rock Stadium, home to the National Football League outfit, the Miami Dolphins. Sitting at the southeastern coast of Florida, the Miami International Autodrome has 19 corners and 3.36 miles of racing. It's a circuit designed to encourage close racing while meeting the highest safety standards. Either way, I'm sure it's one that will please the fans. We starten van de pay-per-view. Achter Sainz, niet realistisch, maar oké. Op zich wel een aardige start, maar het was tricky nog om deze gasten voorbij te gaan. En ik rij uiteraard met de rijlaan met de lijnen aan, aangezien ik nog niet zo bekend ben met dit circuit. Hier gelijk ERS, dat is een lang rechtstuk. Er zijn er twee van op dit circuit. En wat ik al zei, ik vind het een pittig circuit, tricky. Kan natuurlijk ook zijn omdat ik hem nog niet helemaal ken. Maar sowieso ben ik wat meer van de traditionele circuits. Hier in de 2 doordraaien. Dan hier omhoog en gelijk links-rechts. Nu hoop je hier op een goede exit. Want dit is het tweede lange rechtstuk. Hier volgt straks ook DRS. Dan gaan we, denk ik, onze eerste aanval plaatsen hier op Perez in de slipstream. En we moeten er buiten langs. Dat gaat het niet worden. Zij en zij wel. Betere exit. En de rest zijn we voorbij. Goed nieuw circuit dus. In Amerika. Komt volgend jaar ook nog Las Vegas erbij natuurlijk. Hier echt niet de curbs raken, want je spint meteen. Trust me, I tried. En dan hier terug naar de 6. En hier terug laten vallen naar de 5. Hier de apex aan tikken. En dan hier ook weer rechtstuk. Hier straks ook vanaf de derde ronde DRS. Dan trek ik die batterij helemaal leeg. We nemen ook wat afstand, zie je. Hier de snelheid zo hoog mogelijk proberen te houden. Omdat je wijd gaat, dit blijft toch wel het trickieste gedeelte. Dan pak ik hem helemaal verkeerd. En dat gaat me kosten op de exit. Ik gebruik dit keer geen ERS. Ik krijg straks met DRS te maken. En dat wordt vrij lastig. Dus die bewaren wij even. Uit Miami Dolphin Stadion. En hier ook nog een DRS plek. Ik zou hier echt van die inside curbs afblijven. Anders ben je gezien.
Maar de echte flow moet ik nog zien te vinden op dit circuit. Wat ik zei, we bewaren de ERS in leven. We hebben hem in ieder geval buiten de DRS-zone gehouden. Mag een deze video alleen maar iets zeggen over dit circuit. Meer info over de game, dat komt van de volgende week te zien op GameKings. De eerste officiële preview van F1 2022. F1 22 moet ik zeggen. Het heeft namelijk een nieuwe naam gekregen. En een aantal hele toffe features. Maar daarover later meer. Het rijdt nog steeds maar op 20%. De rest nog steeds op 1,5 seconden. Ik probeer wat mee te smokkelen, maar maak je niet per se sneller. Wel de snelste sector time neergezet. Het heeft wel echt die heerlijke Miami vibe, moet ik zeggen. Dat doet me goed. Maar toch, als ik persoonlijk één race zou mogen uitkiezen in Amerika waar ik graag naartoe zou willen, dan zou dat zeker niet Miami zijn, dan zou dat zeker ook niet Las Vegas zijn. Oh, daar gaf ik iets te vroeg gas. Dan zie je al gelijk dat je niet meer uitkomt. Maar dan zou dat nog steeds Austin, Texas zijn. Circuit of the Americas in Austin, Texas lijkt me echt geweldig. Sowieso de staat Texas. En ik heb er gewoon minder met Florida. Het zal wel een hele poppenkast worden. Maar als ik het circuit zo bekijk, denk ik dat het best aardige circuit voor Red Bull zou kunnen zijn en Max Verstappen. Oh. Pak toch heel even die curve. Gelijk het gas iets laten vieren. Deze week nog niet helemaal goed te pakken. Naast de ronde, dus we gebruiken de batterij nu volledig. Deze blijft toch het lastigst. Toch wel een vet gedeelte hoor. Maar ik denk dat we vooral op de rechte stukken gaan we natuurlijk de meeste inhaalactie zien dit weekend. En hopelijk weer een mogelijkheid voor Max Verstappen om in te lopen. Het is zeker een mogelijkheid, maar als je het ook gaat pakken, gaan het zien. Ik ben reuze benieuwd. En hier komt Charles Leclerc als eerste over de finish. Absolutely fantastic. That is a brilliant, brilliant result. Well done. Driver of the day, Charles Leclerc. Laten we hopen dat het dit weekend anders zal gaan lopen. That's a fantastic performance from Ferrari. It hardly looked in doubt. I think that smart time management echt, on track echt, and echt een prachtige auto. Verreweg de mooiste op de grid. En er zijn wat mooie auto's dit jaar. Maar klassieke Ferrari gaat niets boven dat.
Charles Leclerc showed exactly how to Dit was de eerste race hier op het circuit van Miami. Ik vond het een vette race, ik vind het een vette baan. Ik ga zeker nog heel even oefenen om deze onder de knie te krijgen. Ik wens jullie in ieder geval allemaal heel veel plezier bij de race van dit weekend. En drop hieronder even je voorspelling. Wie gaat hem winnen? Laat het me weten. Voor nu, een hele fijne dag verder. Ciao.